Een heel goede avond. In Parijs was het de hele dag onrustig na een betoging van het zogenoemde vrijheidsconvooi. België en andere westerse landen roepen hun burgers terug uit Oekraïne nu de spanningen daar oplopen. En Chelsea heeft het wereldkampioenschap voetbal voor clubs gewonnen. Een heel goede avond. Het gonst al enkele dagen rond de zogeheten vrijheidsconvooien. Activisten die met blokkades van auto's en vrachtwagens betogen tegen onder meer de coronamaatregelen. Maandag zou een grote groep Brussel blokkeren. Vandaag was het al erg onrustig in Parijs. Daar voegden de betogers van het vrijheidsconvooi zich samen met de gele hesjes tegen de politie. Tientallen betogers werden opgepakt. De betogers hadden verzamelen geblazen rond de Arc de Triomphe. De eerste auto's die de grote rotonde opreden werden door politieauto's klemgereden. Daarbij trok een politieman zelfs een pistool. Eerder op de dag had ze honderden auto's tegengehouden bij belangrijke toegangswegen tot het centrum van de stad. Maar een deel van de voertuigen wist de blokkades te ontwijken via kleinere secundaire wegen en konden toch de weg naar de Arc de Triomphe vinden. Kort daarna zat het verkeer rond de Arc de Triomphe muurvast. De politie sommeerde de bestuurders om het plein en de Champs-Élysées weer vrij te maken. Wie dat niet deed, werd hardhandig uit de auto gehaald. Liberté! Met behulp van traangas konden de ordendiensten de massa terugdrijven. Veel manifestanten uit verschillende buurlanden trouwens zijn van plan om maandag te verzamelen in Brussel en de hoofdstad te blokkeren met hun zogeheten konvooi van de vrijheid. Al zijn er op dit moment verschillende geluiden en is het helemaal nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies zullen afzakken naar onze hoofdstad. Dat zegt Steven de Kranen vanuit Parijs. De mensen van het convoi, Le Convoi de la Liberté, die zeggen wij zullen wel naar Brussel trekken. Wij zullen daar maandag zijn en we willen daar de boel lam leggen voor enkele dagen. En dan hebben we net gehoord van nog Fransen die zeggen ja, maar elke zondag is er toch een betoging in Brussel. 2 weken geleden waren wij daar ook al. Wij trekken morgen al naar Brussel om morgen al te betogen in Brussel. Dus verwarrende geluiden. In elk geval, er zullen Fransen zijn. Veel Fransen. We spreken over misschien een paar duizend. En de Fransen zeggen zelf, we hebben contact met Portugezen, met Duitsers en met Nederlanders. En we zijn echt ervan overtuigd dat wij Brussel kunnen pijnigen. En dus vraagt de federale politie dat wie maandag niet in Brussel moet zijn, er maar beter wegblijft. Als de vrijheidsconvooien afzakken naar Brussel, dan kan dat voor enorme verkeershinder zorgen. Bovendien zijn die blokkades verboden en de politie is alvast van plan om streng te controleren. Vanaf morgen gaan we als federale politie toezicht houden op de belangrijke invalswegen en verkeersassen richting Brussel dan vooral. Dat betekent dat wij bestuurders in de eerste plaats gaan aanspreken en gaan uitleggen wat kan en niet kan. We gaan ook flyers uitdelen. En als er echt konvooien zijn, dus groepen van gemotoriseerde voertuigen, dan gaan we die ook begeleiden indien nodig. In Canada tot slot, waar de beweging met de blokkades begon, heeft de politie de grensbrug vrijgemaakt die sinds begin deze week geblokkeerd werd door betogers in auto's en vrachtwagens. De brug tussen de Canadese stad Windsor en de Amerikaanse stad Detroit is de belangrijkste handelsroute tussen de twee landen. En door die blokkade werd onder andere de auto-industrie erg zwaar getroffen. Who are you protecting? Someone tell me right now who you're protecting. Geroep en getoeter bij de betogers aan de Ambassador Bridge. Gisteren besliste een rechter dat de brug moest vrijgegeven worden. Zo niet zouden boetes en mogelijk celstraffen volgen. We stood our ground, like we fought for freedom. Why'd you go to jail? Well, I stood for freedom. Enkele tientallen betogers negeerden het bevel van de rechter en dus kwam de politie ter plekke. Al bij al verliep de ontruiming vreedzaam. De blokkade van de belangrijkste handelsroute tussen Canada en de VS lijkt zo na 5 dagen ten einde. De economische schade wordt op ongeveer $700 miljoen geschat. In de hoofdstad Ottawa gaat het protest ondertussen verder. De politie noteert de nummerplaten van de trucks en ze deelt dagvaardingen uit. Maar de truckers zijn niet echt onder de indruk. Give
Canadese premier Trudeau hamert erop dat de truckers de wet overtreden. You end up with a criminal record, which will impact your job, your livelihood, even your ability to travel internationally, including to the US. We've heard you. It's time to go home now. Ik vind het gewoon niet echt logisch, aangezien dat we toch elke vrijdag zouden kunnen uitgaan zonder dat ze echt kunnen zien of we corona hebben en dat we dan toch heel de dag ons mondmasker moeten aandoen op school. Dus maakt niet echt, het is niet echt logisch, vind ik. Teleurstelling bij scholieren van het secundair onderwijs. Zij moeten nog een tijd lang een mondmasker blijven dragen. Leerlingen in het lager onderwijs moeten dat niet meer. En ook in het uitgaansleven wordt de verplichting afgeschaft. En dus begrijpen veel mensen de logica achter de beslissing niet. De Vlaamse scholierenkoepel reageert dan ook bijzonder teleurgesteld. Het is wel lastig als je weet dat, op café of in de discotheken dat daar mondmaskers af mogen, dat in de lagere school de mondmaskers af mogen, terwijl dat wij in een ijskoude klas, of in een koude klas waar alle ramen openstaan, nog steeds allemaal ons mondmasker moeten aanhouden. Dat vinden we toch wel wat absurd. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz pleit ervoor om de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs na de krokusvakantie af te schaffen. In afwachting daarvan wil Weitz ervoor zorgen dat er mondmaskerpauzes komen. Dat betekent dat het mondmasker dan af kan, bijvoorbeeld op de speelplaats en tijdens buitenactiviteiten. Vandaag was er nog overleg tussen de onderwijspartners, de experten en de minister om die versoepelingen in het onderwijs te bespreken. Iets anders dan, het federaal parket overweegt om zelf Belgische agenten naar Peru te sturen om er te gaan zoeken naar de vermiste Natasha de Krombrugge de Schipsdaal. De vrouw van 28 uit Linkebeek was op reis in Peru en zou 3 weken geleden op trektocht vertrokken zijn door een bekende kloof daar. En sindsdien is ze vermist. Het federaal parket heeft vertrouwen in de zoektocht door de Peruviaanse politie, maar zou nu toch overwegen om zelf speurders te sturen. Eerst moet er wel nog overlegd worden met Peru via Buitenlandse Zaken. En dan nog eens naar de grens met Oekraïne, waar de toestand gespannen blijft. Volgens de VS staat de situatie daarop escaleren en dus roepen verschillende landen hun burgers terug. Ook onze premier De Croo roept alle Belgen in Oekraïne op om het land zo snel als mogelijk te verlaten als ze daar niet noodzakelijk moeten zijn. De adviezen komen er nu Rusland een enorme troepenmacht heeft klaarstaan langs de grens met Oekraïne. Intussen zijn er meer dan 130.000 Russische militairen verzameld. En dat baart dus ook ons land zorgen. We zien dat eigenlijk er een soort omsingeling van Oekraïne aan de hand is. Er is zo'n grote troepenopbouw dat een massieve inval mogelijk is. En mocht zo'n massieve inval plaatsvinden, dan zijn we eigenlijk niet zeker dat het nog mogelijk zal zijn om op een veilige manier landgenoten uit het land terug te halen. De Amerikaanse president Biden heeft de Russische president Poetin intussen gewaarschuwd voor snelle en zware gevolgen als Rusland Oekraïne zou aanvallen. Biden sprak de Russische president Poetin eerder vanavond een uur lang via de telefoon. Hij riep nogmaals op de Russische troepen aan de grenzen van Oekraïne af te bouwen. Moskou noemt de Amerikaanse waarschuwing over een nakende aanval dan weer absurd en spreekt over westerse hysterie. De Oekraïners zelf die nemen intussen alle voorzorgen. In de bossen van Oekraïne oefenen burgers hoe ze met wapens moeten omgaan. Ik wil natuurlijk военной тактике. Для меня это важно, потому что в любой момент мы не можем быть застрахованными от того, что Россия не нападет на нас. И в случае чего я должна правильно реагировать на сложившуюся ситуацию. De Russische militaire oefeningen bij de grens met Oekraïne komen intussen op kruissnelheid. Rusland houdt vol dat het gewoon om militaire oefeningen gaat. Maar volgens de Verenigde Staten kan Rusland nu elk moment Oekraïne binnenvallen. As I said yesterday, we're in the window when a Russian invasion can start at any time if President Putin so decides. That includes in the coming days. Meer dan 30 Russische marineschepen oefenen voor de kust van Oekraïne. Toch roept de Oekraïense president op om het hoofd koel te houden. And the truth that we have different information. And now the best friend for enemies that is panic in our country. And all this information that helps only for panic doesn't help us.
sport dan. In de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent een felbevochten 0-1 zege behaald op het veld van Eupen. De Gentenaars blijven zo binnen bereik van de top 4 in het klassement. AA Gent in het blauw is de betere ploeg en komt na een kwartier op voorsprong met een prachtgoal van Laurent de Poitre. Gemeten voorzet van de Saar en de volley van de Poitre in de kruising. 0-1, dat is ook de ruststand. Maar na de pauze moeten de Buffalo's met 10 man. Samoise trapt ongelukkig op de voet van Alo en krijgt meteen rood. Na een afgekeurde Eupense goal laat Tissou Dali ook nog een Gentse reuzenkans onbenut. Het blijft dus bij een 0-1 zege voor coach Van Hazenbroek en zijn Buffalo's. Nog vanavond kon OHA Leuven winnen van Cercle Brugge. Het ging van een 1-2 achterstand naar een 3-2 overwinning. KV Mechelen versloeg het KV Oostende van nieuwe coach Yves van der Hagen met 3-0. En Zultewaregem Anderlecht eindigde op 1-2. In de stand komt Anderlecht zo op gelijke hoogte van Club Brugge dat morgen tegen Charleroi speelt. Oud-Heverlee Leuven doet een gouden zaak en springt over Kortrijk, Cercle Brugge en Genk naar plek 8. En de Engelse voetbalclub Chelsea heeft het wereldkampioenschap voor clubs gewonnen. In Abu Dhabi won het met 2-1 van Palmeiras uit Brazilië. Romelu Lukaku opende de score. Palmeiras kwam langzij met een strafschop, maar Kai Havertz besliste ook met een penalty de finale. In het voordeel van de mannen uit Londen moest daarbij. Het is de eerste keer dat Chelsea het WK voor clubs wint, trouwens. De Olympische Winterspelen zijn op een teleurstelling uitgedraaid voor skeletonie Kim Meilemans. Meilemans begon vandaag als 11e aan de laatste 2 runs in Peking, maar ze kon haar positie niet verbeteren. Integendeel, in de 3e run deed ze het nog degelijk, maar in de 4e liep het helemaal mis. Ze maakte te veel fouten en zakte uiteindelijk nog naar de 18e plaats. Meilemans, voor wie de Spelen al moeilijk begonnen met een lange isolatie na een positieve coronatest en een hamstringblessure, is enorm ontgoocheld. Ik kijk er naar uit om naar huis te gaan en het even allemaal een beetje te laten kalmeren. Ik heb heel hard gewerkt de laatste 4 jaar om hier in de best mogelijke shape te staan. Alles wat kon tegenzitten, denk ik, is me tegengezeten de laatste 2 maanden. Het is wat het is. Lars van der Haar heeft de superprestigecross van Gaveren gewonnen. De Nederlander reed in de 5e ronde weg van Elie Iserbiet. Hij bouwde zijn voorsprong vrij snel uit en reed na 9 rondes alleen over de eindstreep met 68 seconden voorsprong. Elie Iserbiet en Toon Aerts werden 2e en 3e na de Europees kampioen. Iserbiet mag wel ook vieren, want hij wint het eindklassement in de superprestige. En bij de vrouwen kan de Nederlandse Lucinda Brandt al in de eerste ronde een kloof slaan. Landgenoten Annemarie Worst en Denise Betsema zullen 2e en 3e eindigen. Brandt heeft een superdag en is niet bij te houden. Ronde na ronde bouwt ze haar voorsprong uit en snelt ze naar de zege. Een ongenaakbare Brandt wint dus met ruime voorsprong. De Europese kampioene pakt, net als vorig jaar, de eindzege in de superprestige. We hebben 3-tal schrikdraadapparaten moeten aankopen. En we zitten toch rond de 5000 euro, inclusief werkuren, dat we hier hebben moeten besteden om deze weilande wolfproef te omheinen. In Limburg vallen wolven jaar na jaar alsmaar meer vee aan. Vorig jaar werden 54 tamme dieren gedood of verwond door een wolf. En daarom plaatsen meer en meer mensen een omheining om hun kleinvee te beschermen. Wie dat doet, kan trouwens ook Vlaamse subsidies aanvragen. In 2019 werden zo 54 dossiers goedgekeurd, in 2020 al 67 en vorig jaar waren er al 133 aanvragen. In Peer is een kinderboerderij helemaal wolfproef gemaakt vandaag. We hebben gekozen hier op deze plek voor van onder en van boven een elektriciteitsdraad. En van onder om het ondergraven te voorkomen en van boven eigenlijk om het overklimmen te voorkomen. Als de wolf deze geitjes wil pakken, graaft hij een put onder de draad. Nu zal hem dat niet meer lukken. Het stadsbestuur heeft samen met experts van het wolffencing-team elke omheining van de kinderboerderij aangepakt. De mensen van de kinderboerderij maakten zich echt zorgen, want enkele honderden meters verder had de wolf al schapen doodgebeten.
denk dat we in Peert toch al meer dan 10 gevallen hebben gehad van slachtoffers bij dieren, schapen, alpaca's en zo verder. En op dit moment denkt men dat er toch een aantal wolven actief zijn. Men schatten op 7, 8, denk ik, op dit moment. De Vlaamse overheid subsidieert de beveiliging van omheiningen. Vorig jaar zijn er een record aantal dossiers goedgekeurd. Buurtbewoner Jacques Zwenne bracht elektrische wering aan om zijn hertjes te beschermen. Vanaf dat de wolf bij de buur is geweest, heeft hij 2 schapen doodgebeten. Toen zijn we toch maar in actie geschoten, ja. En heeft dat nu veel gekost? Ik krijg 90% vergoed. Haast alle gevallen van doodgebeten vee waren in weides die niet speciaal beveiligd waren. De geitjes van de kinderboerderij kunnen dus op beide oren slapen. De geitjes kunnen op beide oren slapen. Het was vandaag niet echt zacht weer, maar vandaag was het wel vrij zonnig en droog. Vannacht wat hoge wolken bij temperaturen van plus 1 aan zee tot min 4 en nog wat kouder in Hoog-België. Morgen eerst brede opklaringen. Stilaan komt er vanuit het westen meer bewolking, maar het blijft droog tot 's avonds. Temperaturen rond 11 graden en een aanwakkerende zuidenwind. En we eindigen met mooie beelden van het carnaval in Nice. Met een heus klank- en lichtshow. Vuurwerk, vaandeldragers, veel dans en een reeks praalwagens versierd met bloemen werd het volksfeest echt feestelijk ingezet. Het carnaval van Nice loopt nog tot 27 februari en trekt elk jaar ruim 200.000 toeschouwers. Het evenement is al bijna 150 jaar een vaste waarde in de Franse stad. Geniet van uw avond en heel graag tot morgen. Corona zou niet gevaarlijk zijn voor kinderen, maar toch duiken er berichten op die het tegendeel lijken te beweren. Het klopt dat kinderen in het algemeen niet zo ziek worden van corona. Toch kunnen ze door corona een zeer zeldzame, maar goed te genezen ontstekingsziekte krijgen. Vaccinatie kan de kans op die ontsteking verkleinen. Meer hierover en hoe we dit onderzoeken vindt u in onze checks op vrtnieuws.be en in onze app.